In dit filmpje vertellen we je graag wat meer over de verschillende soorten schaapperk die te verkrijgen zijn in de markt. De reden dat we dit filmpje maken is omdat schaapperk wordt op verschillende plekken verkocht. Alleen binnen de productgroep zijn er nog heel veel verschillen wat betreft houtsoort, de manier van afwerken. Nou, en ga zo maar door. We zien dat het op steeds meer plekken te verkrijgen is, wat wij vinden goed is. Alleen wat wel belangrijk is, is dat men ook weet wat de verschillen zijn en waar je wat kan krijgen, zodat je je keuze in ieder geval goed kan maken. Nou, dat wil ik graag even vertellen in dit filmpje. We zijn langs verschillende bedrijven geweest waar we de rollen schaapperk hebben kunnen kopen. Ik wil ze even stap voor stap met u doornemen. De eerste die hier staat, deze komt van de karwei. Deze rol die hier staat, die komt van ons af. De rol die je hier hebt staan, deze komt van de Gamma. Dan hebben we deze. Deze komt van de Hornbach. En de laatste die komt van de Praxis. Nou, je hebt eigenlijk twee verschillende houtsoorten waar het van gemaakt wordt. Soms een derde, dat is bijvoorbeeld de Robinia. Alleen die zijn wij niet tegengekomen. De twee houtsoorten die wij zijn tegengekomen is kastanjehout en hazelaar. Deze is van hazelaar, die komt van de Hornbach. Nu qua uitstraling, het ziet er ongeveer gelijk uit. Alleen een belangrijk verschil tussen kastanjehout en hazelaar is de levensduur. Hazelaar gaat gewoon een heel stuk minder lang mee. Dat zit een beetje tussen de 4 à 6 jaar, afhankelijk waar je het voor gaat gebruiken. Maar het is een veel zachtere houtsoort, dus het zou gewoon veel eerder breken en op zijn. Nou, ga je het bijvoorbeeld gebruiken voor iets tijdelijks, dus ga je iets afzetten bij een vijver, is het voor de kinderen voor 1, 2 jaar, of is het maar voor eenmalig gebruik voor een festival of iets anders, dan is dit zeker de overweging waard. Wil je het langer neerzetten, dan kan dit gewoon niet daaraan voldoen. Dan gaat het gewoon niet lang genoeg mee. Verder, de variëteit van de latten is best groot. Je hebt hem van vrij dik tot vrij dun. Ja, dat is niet super. Dit is eigenlijk net iets te dun. Wat betreft de wikkeling, dat is hartstikke goed. De draad is dik, het is strak gewikkeld, de latten vallen er niet uit. Dus dat is echt super gemaakt. Een ander voordeel is natuurlijk, de Hornbach is op heel veel plekken. Dus het is daardoor snel verkrijgbaar of makkelijk verkrijgbaar omdat het in de buurt is. Dan zoomen we heel even in op de rol van de Praxis. Dit is gemaakt van kastanjehout. De stijl, dus de afwerking, dat noemen wij Engels. Het zijn gekapte punten. En de wikkeling is wat minder strak. En dan zie je hier ook onder zie je dat er een nietje ingeschoten is om te voorkomen dat de latten eruit vallen. De dikte van de latten is hartstikke goed. Ze zijn van een stevige, dikke kwaliteit. Doordat de punt gekapt is, ziet het er ook wel wat rustieker uit. Dus al met al, gewoon een goed product. Het zal lang meegaan, hetzelfde als alle andere producten van kastanjehout. En het is een goede optie. Dan gaan we hier naar een andere. Dit is nog van de Gamma. Iets hoger, die we daarnet hadden was 80. Dit is een meter hoog. Dit is ook weer van de Engelse maak. Dus wat ik daarmee bedoel is, de punt is wat stomper, die is gekapt. De wikkeling is net wat losser en dan kan je herkennen dat ze aan de onderkant, daar schiet ze een nietje in om te voorkomen dat die eruit valt. Maar voor de rest, de latten zijn stevig, die zijn fors, die zijn dik. Vrij afwisselend, maar hoe heet het, de kleinste is wel, heeft een goede minimale dikte. Dus dit is ook gewoon een hartstikke goede kwaliteit. De rol is zwaar, gewoon hartstikke degelijk. Dus ook dit kun je kopen en dit gaat gewoon hartstikke lang mee. Dan komen we bij het schaaphek aan bij Adequaat. Van Adequaat. Dit is de Franse stijl. Dat betekent dat de punt iets puntiger is, iets strakker, iets strakker is. De wikkeling is vrij strak. De machines zijn wat anders afgesteld, waardoor ze het strakker vlechten. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je zag bij de rol van de Hornbach. Daarbij was de wikkeling ook heel strak, waardoor je eigenlijk geen nietje nodig hebt. Hier ook weer, de latten zijn allemaal de goede dikte, prima kwaliteit. Ook deze gaat hartstikke lang mee. Dan komen we aan bij deze. Deze is afkomstig van de karwei. Dit is ook 1,20 hoog, met dezelfde latafstand als degene die ernaast staat. Dit is dan weer de Engelse variant. Dus je krijgt iets stompige punten. De latten zijn wel van een hele goede dikte. Dus ook dit is gewoon weer een hartstikke goede kwaliteit.
De wikkeling is wel weer wat losser, waardoor je de nietjes onderin krijgt om te voorkomen dat het er tussenuit valt. Ik vind persoonlijk, het Engelse is vaak net wat rustieker, wat robuuster. Dus het heeft een iets andere uitstraling. Maar vaak als je het van een afstand ziet, ga je de verschillen niet zo groot zien. Alleen stel dat je al een hekje hebt staan en je wilt het combineren, dan vallen die verschillen zeg maar wel op. Dus let daar heel even op. Maar ook dit is gewoon een prima kwaliteit en kun je zonder kopzorgen kopen. Want het is gewoon degelijk. Nou ja, nu weet je een beetje wat er op de markt is en wat de verschillende aanbieders te leveren hebben. Los van het esthetische en de houtsoort waar het van gemaakt is, is er natuurlijk ook een prijsverschil. Hou er heel even rekening mee. Een voordeel is natuurlijk wel dat sommige winkels in de buurt zijn, dus dan heb je het sneller. Alleen wij zijn tot de conclusie gekomen dat het verschil soms wel heel groot is. Als voorbeeld, deze hebben wij gekocht voor €199 en deze kost 111. Dat vind ik significant, dus let erop. Maar is het in de buurt en heb je maar een klein stukje nodig, dan kan het inderdaad wel interessant zijn om het daar wel te kopen. Ik hoop dat u door middel van deze video duidelijk heeft wat de verschillen zijn tussen de verschillende aanbieders. Belangrijk is natuurlijk wel hoe je het gaat plaatsen. Kijk dan op onze website, ook al heb je bij een ander gekocht, dat maakt niet uit. Ik vind het mooi als het op de juiste manier geplaatst gaat worden. Dus kijk op onze website naar de verschillende installatievideo's. Daar hebben we allerlei tips en tricks. En succes met de keuze en uiteindelijk met het plaatsen.